Oh my god! Oh! Oh my fucking god! Yo mensen, welkom bij de eerste aflevering van eigenlijk het Team of the Season evenement. En ja, het hoort gewoon bij de serie die we doen met het Nederlandse team, natuurlijk Nederlandse Grote Glorie. En in deze aflevering gaan we heel veel dingen claimen. En als ik zeg heel veel dingen, zeg ik ook heel veel dingen. En we gaan eerst naar de sterpas, al die dagelijkse shit claimen en al die shit. En Mbappé met zijn kale kloothoofd die ons even uitlegt wat we moeten doen. Maar hoe dan ook, met zijn schildpaddenkop, Mbappé. Hij legt ons eigenlijk gewoon uit wat we moeten doen, welke dingen we moeten voltooien om welke spelers te krijgen. En we gaan natuurlijk eerst trainen. Krijgen we wat skillpunten of zoiets? Je krijgt natuurlijk punten om na de trainingen eigenlijk gewoon die community punten uit te geven met die community tickets. En met die tickets en punten kun je eigenlijk gewoon verder gaan op het pad. En op het pad kun je natuurlijk spelers claimen, rewards, coins, skill boosts en van al die trainings XP. Maar eerst doen we nog een skill training en ja, we claimen eigenlijk gewoon nog wat punten, community punten. En we claimen nog wat gouden spelers, wat coins, wat nog wat community punten na community tickets te hebben uitgegeven. Dus ja, hier gaan we gewoon door op het pad. We spelen ook een community wedstrijd tegen Dynamo Moskou. En hier komt het eerste doelpunt van Arjen Robben op de paal geschoten in eerste instantie. Maar hij maakt het nog af. Hier komt het doelpunt van Depay. Hier komt het doelpunt van Hateboer. Hateboer met een ratslag met het doelpunt. En hier komt nog het doelpunt van Memphis Depay. Een doelpunt van Memphis Depay. Komt er nog een geplaatst schot van niemand anders dan Arjen Robben. De kale smikkelbeer scoort voor ons hier. En ja, we doen eigenlijk gewoon ons ding. We claimen de dagelijkse dingen. En je kunt iedere dag eigenlijk terugkomen. Het evenement spelen. Heel veel wedstrijden spelen. En dan kun je ook echt heel veel goede rewards claimen. Hier doe ik nog een bot op Jorginho Wijnaldum. 95 rated Beckham evenement Wijnaldum. Heel allrounded middenvelder. Als de statistieken zijn boven de 80 en daarom wou ik hem eigenlijk aan het team toevoegen. Hier zit ik eigenlijk te wachten tot mijn bot geaccepteerd is. Ah ja mensen, hebben we toch 95 Wijnaldum aan ons team weten toe te voegen. Huntelaar gaat terug de spits in. We kunnen die random gast die we eerst hadden laten staan eruit knikkeren voor Jorginho Wijnaldum. Heel allroundend middenvelder natuurlijk. En we spelen nog wat wedstrijden in het evenement. Het Team of the Season evenement waar je eigenlijk gewoon versus aanval wedstrijden speelt denk ik. En dan speel je eigenlijk versus aanval wedstrijden tegen, hier tegen een 90 graden team. Maar meestal zijn het tegen iets betere tegenstanders of tegenstanders van jouw niveau, van jouw teamniveau. En ja, we winnen deze wedstrijd met gemak, met comfort. En ja, we winnen deze wedstrijd eigenlijk gewoon met 10-1 eigenlijk. Ja, 10-1 denk ik. Of 11-2, 12-2, kan ook. En we winnen die wedstrijd gewoon. En dan kun je eigenlijk gewoon punten claimen. En met die punten kun je eigenlijk gewoon een pad voltooien. En het lijkt eigenlijk gewoon op het carnaval evenement. Als je je dat nog herinnert. Eigenlijk het carnaval evenement. Waar je gewoon versus aanval wedstrijden moet winnen. Om de punten te sparen. Om dan die zieke rewards te gaan claimen. En je moet ook met je munten moet je eigenlijk gewoon energie gaan sparen. Om die wedstrijden te spelen. En ik sta momenteel in de top 100 eigenlijk. Of in de top 125. En daar krijg je eigenlijk gewoon 500.000 munten. 100 team of the season punten, zoiets was het. En dan kun je heel veel rewards claimen. Hier claimen we ook nog de dagelijkse doelstellingen, de team of the season doelstellingen. Ja, je kunt aan mijn stemmen horen hoe hyped ik ben. Maar hoe dan ook, we claimen nog wat team of the season, al die aids, wat hel. Maar we claimen nog wat iconpunten hier. En ik zit nu al momenteel op de 870 iconpunten, nu ik dit opneem. Dus eigenlijk over 2 weken kunnen we mathematisch gezien al Edwin van der Sar toevoegen. Dat zou moeten lukken, zou wel fijn zijn. En eigenlijk als ik Edwin van der Sar heb, is deze serie totaal gewoon afgelopen.
Er is totaal geen reden meer om de game te... Of ja, ja, ik ga de game nog wel spelen, maar ik ga gewoon andere series doen. Want ik denk dat als ik deze serie eigenlijk al tot een bepaald aantal afleveringen krijg, met natuurlijk Van der Sar. Ja, ik zou ook Tim Troll kunnen krijgen, maar ik heb liever Van der Sar in mijn doel eigenlijk. Maar hoe dan ook, we claimen nog, ik weet niet meer wat het was, Team of the Season punten. En met die Team of the Season punten gaan we natuurlijk dat pad claimen. Maar hoe dan ook, we gaan hier weer terug naar het Team of the Season pad. Waar je met je Team of the Season punten aids moet claimen. En dan moet je nog meer aids claimen. En dan krijg je eigenlijk gewoon meer aids. Nee, maar hoe dan ook, we claimen hier allerlei dingen. Hier komt een Team of the Season Community Pack. En we krijgen niemand anders dan Max Allen. Ja, eigenlijk een jongeling van Norwich City. Hij heeft 103 sprintsnelheid. En hij verkocht voor 650k. Dus eigenlijk ben ik daar best wel blij om eigenlijk. Gewoon een goede pack. Goede Team of the Season. En we claimen nog wat 100 Team of the Season punten. En daarvan kreeg ik eigenlijk weer een pack. En ik kreeg een 89 op Son Edouard. Hij verkocht voor 500k op de markt, denk ik. En ja, het is gewoon een heel goede kaart. Ja, gelukkig kon ik hem verkopen eigenlijk voor veel winst. We trainen eigenlijk ook nog Koeman in zijn skillboost. En Koeman zit nu eigenlijk op level 10 skillboost. Dus dat is best wel fijn. We claimen ook nog de dagelijkse beloning. Gabriel Jesus krijgen we in dat pakket. Dat is gewoon een evenement spelen die je kunt krijgen. Oh. Oh. Yes, please. Holy shit. Holy ma. Yo, als deze niet voor minstens een miljoen op de markt gaat. Oh Jezus, hij gaat niet eens voor een miljoen. You don't have future here. You don't have future. You can never make it. You supposed to be a dinner man, serving dinner to the students in the secondary school. Because you cannot do basic 1+1. You are breathing heavy like a dog. Think about your life. You are a failure. You are a failure. You can never make it. You can never, you know you cannot make it. Destruction. You are tired, you are here. What have you done? Useless. Me with my pregnancy, I'm better than you. Hoe dan ook, we gaan gewoon weer door in het 1 tegen 1, nee, versus aanval evenement. Ja, ik heb gewoon versus aanval wedstrijden gespeeld. En de wedstrijden die ik eigenlijk heb verloren, die heb ik eigenlijk gewoon niet opgenomen. Maar hoe dan ook, we winnen deze wedstrijd eigenlijk gewoon best wel makkelijk tegen best wel zwakke tegenstander, al zeg ik het zelf. En op dit moment heb ik natuurlijk een 115 reden team. En natuurlijk, als Van der Sar in het team komt, wil ik hem ook gewoon een meester maken, namelijk 90 reden. De komende dagen ga ik nog veel dingen doen met Team of the Season. Ik ga niet alleen gewoon normale content doen, maar ik ga ook gewoon spelers reviewen. Hier krijgen we ook een 86 rated speler. En ja, dit was eigenlijk het einde van deze video. Maar in het vervolg ga ik ook nog speler reviews doen. Dus als jij een leuke speler hebt die best wel goedkoop is van een Team of the Season, zeg me dan welke ik moet reviewen. Ik heb al 1 in gedachten, maar hoe dan ook. Ja, tot de volgende keer. Chill out. Peace. YOLO. Speel het Team of the Season evenement. Tot de volgende keer. Peace.